Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van dinsdag 3 december van Weerplaza. Een hoge drukgebied boven België bepaalt voorlopig het weer in onze omgeving. Vanochtend is het mistig in het zuiden van het land, de zon komt vooral in het midden tevoorschijn en verder zijn er wolkenpartijen bij een temperatuur van 1 tot 5 graden en een zwakke tot matige wind vanuit het zuiden. Vanmiddag stijgt het kwik naar 4 graden in het zuiden van het land. Daar kan het lange tijd grijs blijven. In het midden en noorden komt de zon soms tevoorschijn bij 6 tot 8 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen. In het zuiden ontstaat opnieuw mist bij net een graad boven nul. In het noorden zijn brede opklaringen en ligt de temperatuur tussen de 2 en de 5 graden. Morgen komt eerst plaatselijk mist voor. Er zijn wolkenpartijen. Soms is er ruimte voor de zon, vooral in de middag. En het wordt 3 tot 6 graden bij niet al te veel wind vanuit het zuiden. Op donderdag is het grijs en nevelig, maar het blijft droog. In de loop van de dag trekt de wind aan en het wordt in de middag 4 tot 7 graden. Van een vrijdag is het helemaal anders: de wind trekt aan, het regent van tijd tot tijd en de temperatuur gaat omhoog. Het wordt in de middag 8 tot 11 graden. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.